Het schietgebedje van Massies, Artien, centrumverdediger bij Rijnsburgse Boys voor de derby tegen Katwijk. Als de rook op het hoofd is verdwenen, kunnen we beginnen op de Middelmors. Koploper Katwijk, Rijnsburgse Boys, won vorige week eindelijk weer een keer. Maar komt hier vroeg in de wedstrijd op achterstand door wie anders dan Marciano Mengerink. Wat een fenomeen is dat toch. Haal die weg bij Katwijk en je houdt een middenmotor over, zou je denken. Dit is zijn 21ste doelpunt van het seizoen. Katwijk maakte er 51. Maar Rijnsburg laat zich niet uit het veld slaan. Jongenelen, Tillema, de redding en Jeffrey Jongenelen met de gelijkmaker. Een hele snelle gelijkmaker van Jongenelen. Die tegen de club speelt waar hij zoveel successen boekte. En gelukkig gewoon juicht voor dit doelpunt. Waarmee hij de Middelmors in vuur en vlam zet. En Rijnsburg wil door. Opnieuw Jongenelen, stroken dus mee. Serboni is voor het doel. En Serboni krijgt de kans. En hoe houdt Kiepom hem eruit? Hij houdt hem eruit. Dat is het belangrijkste. Serboni mist. Maar Rijnsburg blijft aanvallen. Artien. Serboni. Roderick Gielissen, de rechtsback. Wat doet hij daar? Nou, die scoort bijna. Maar het is na een half uur spelen 1-1 in een leuke wedstrijd met veel publiek op de Middelmors. Plat kan ver komen en dit is een aardige poging. Maar het blijft 1-1. Katwijk nog altijd zonder de geblesseerde aanvoerder Robert Suzan. En dan zegt scheidsrechter De Winter, na iets meer dan een uur spelen, jongens, we gaan even van het veld, want er is wat los op de tribune. Supporters van Katwijk en Rijnsburg zijn even geen vriendjes. 17 minuten duurt de onderbreking. En dan gaan we weer voetballen. Stroker in de extra tijd. Aardige poging van de linkerverdediger van Rijnsburgse Boys. Maar het blijft 1-1. Katwijk dan nog een keer. Mengerink. Marciano Mengerink. Hij doet het gewoon weer. Hij doet het gewoon weer. Onlangs nog tegen Linde. Toen maakte hij de winnende in de extra tijd. En nu op de Middelmors doet hij het weer voor Katwijk. Dat dankzij deze treffer van Marciano Mengerink voor het eerst sinds 2001 een uitwedstrijd wint op de Middelmors. En dus koploper blijft in de tweede divisie. Marciano Mengerink.